Ja, en dan zegt Hugo de Jonge van joh, we gaan de belastingregeltjes wat aanpassen. We gaan meer belasting heffen. Dat is één. Plus we gaan kijken naar die puntentelling en we zorgen gewoon dat er ja, toch wat meer... minder eigenlijk in de vrije sector terecht komt. Hoe zie je dat voor jouw vastgoedportefeuille? Even uitzoomend is dat, kijk, tuurlijk, er worden maatregelen getroffen en dat is prima. Voor mij mogen ze dat doen. Want als je kijkt naar de maatregelen die tot nu toe allemaal zijn getroffen, hebben ze allemaal geen doel getroffen. Mm-hmm. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de opkoopbescherming. Dat was om de redenering daarachter was van, hey, we stoppen de beleggers en zo komen de starters meer aan bod. Volgens mij komen de starters helemaal niet aan bod. We zijn helemaal niet, weet je, dus die woningvoorraad is niet groter geworden door die maatregel. Sterker nog, als ik kijk naar het rendement op mijn portefeuille door bijvoorbeeld de opkoopbescherming, is het rendement op mijn portefeuille alleen maar toegenomen. Ja. Want de schaarste op de Amsterdamse woningmarkt is alleen maar groter geworden. Er zijn laatst, je hebt de Pararius huurmonitor. Daar staat ook in, hey, Amsterdam, de huurprijzen blijven stijgen. Housing Anywhere is ook een platform. Die stelt dat Amsterdam de duurste stad is in Europa om nu een woning te huren. Een gemiddeld appartement is €2300. Een studio is nu €1950. En als ik dit zo noem, denken mensen van ja, je bent aan het luchtfietsen. Maar dat is gewoon echt zo. Ja. En ik zie dat ook in de huurprijs van mijn eigen portefeuille. Dus die maatregelen hebben wat mij betreft een averechts effect. En ook hetgeen wat ze nu, wat Hugo nu en Marnix van Rijn, wat ze allemaal van plan zijn. Ik denk dat dat allemaal tot een chaos gaat leiden op de woningmarkt. Want dat ben ik. Ja, nou ja, dat zie je al. Hè. Nu zijn de headlines en implosies zelfs met commercieel vastgoed al. Ja. Plus, ja, wat ook meespeelt is die starter die dan eventueel wel meer kans heeft. Ja, opeens krijgt hij een rente van 4% voor zijn kiezen. Terwijl het eerst, ik noem maar wat, 1,5% was. Dus dat speelt ook wel mee. Dus het is ook wel weer moeilijk te vergelijken nu. Ja. Maar ja, ik heb precies hetzelfde. Dat woningen die wij nu verhuren steeds schaarser worden. Dus ja, ik heb ze dus allemaal aangehouden, inderdaad. Ja, ik ook. Dat is ook mijn strategie. Gewoon het aanhouden. Want ik durf het gevecht wel aan. En ik put daar ook hoop uit. Kijk, ik snap niet dat de politici niet kijken naar wat er al in het buitenland gebeurd is. Kijk maar naar Berlijn. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. En ook in Zweden. Ja. Eigenlijk zie je ook dat wat nu wordt voorgesteld waarschijnlijk gewoon een te heftige ingreep is op het eigendomsrecht. Dus ik kijk gewoon schuin naar Berlijn van oké, het is daar al gebeurd. Ze hebben al geprobeerd de woningmarkt verder te reguleren, maar dat heeft een averechts effect gehad. Sterker nog, de rechter heeft daar een streep doorheen getrokken. Ja. Dus ik verwacht, en volgens mij ben jij ook met partijen in gesprek en zijn er allemaal lobby's gaande en komen er waarschijnlijk rechtszaken. Ik heb daar vertrouwen in. Vooral omdat er al in het buitenland bewezen is dat deze maatregelen niet gaan werken. En ook omdat ik gewoon zie in de praktijk. Ik zie gewoon in de praktijk in Amsterdam dat het werkt gewoon niet. Er komen niet, de woningvoorraad wordt niet groter. Eigenlijk wat ze voorstellen is een grotere sociale huurwoningvoorraad. Maar we zijn al Europees kampioen in sociale huurwoningen. Volgens mij is de totale woningvoorraad, 35% van de totale woningen van 8 miljoen bestaat uit sociale huurwoningen. Dus mensen die het eigenlijk niet kunnen betalen. Die eigenlijk worden gesubsidieerd door de overheid. En dat werkt ook al niet. Dus ja, ik weet niet. Ik denk dat er iets anders nodig is.